Woonstichting Vechthorst heeft 20 woningen opgeleverd. En 22 kunnen vandaag bezichtigd worden. Wat is het verschil in de woningen? De 20 woningen die opgeleverd zijn, dat zijn grondgebonden kleine woningen voor 1- en 2-persoons huishoudens, die je hier ook achter mij ziet. Die zijn vorige week opgeleverd. De mensen die zijn nu druk bezig met het verhuizen, behangen, et cetera. En de 22 woningen die achter u staan, die zien we nu niet. Dat zijn 22 appartementen. En die zijn meer gelijksvloers en dus ook geschikt voor andere doelgroepen. Kleine huishoudens, maar ook wel senioren. Deze woningen hebben achter mij, die hebben bijvoorbeeld een trap en die woningen niet. Daar zit ook een lift in. Dus daar, als je wat zorgbehoefte hebt, dan kun je daar ook prima uit de voeten. Je kan er als jong huishouden in, maar je kan er ook als senior in wonen. Ja, het wooncontingent van Vechthorst is er zo de laatste tijd weer behoorlijk uitgebreid. Ja, op de locatie waar voormalige de Chinezen zat, daar staan inderdaad ook 22 appartementen. Die zijn ook allemaal verhuurd. Er wordt nu ook druk geklust en het kan zomaar zijn dat er al mensen wonen. Ook hier achter mij wonen al mensen, dus sommigen kunnen heel snel. Maar dat klopt, ja, wij breiden flink uit. Is ook nodig. Hugo de Jonge die heeft ook de Nationale Woonagenda afgekondigd. En daarin zegt hij ook van dat het aantal sociale huurwoningen flink moet toenemen. Nou, wij zijn daar dus klaar voor. En we werken daar in ieder geval al door dit project al in ieder geval flink aan mee. Staat er dan nu een vervolg op de planning van Vechthorst? In de Westerbouwlanden, in Nieuw-Leuzen. Daar is de bedoeling om 47 woningen te gaan bouwen. Maar dat zal nog wel even op zich laten wachten. De planvorming is daarvoor bezig. De locatie van de bibliotheek zijn we bezig met een plan te ontwikkelen. Dus ja, al met al, ook in Dalfsen bijvoorbeeld, de kern Dalfsen zijn ook een aantal woningen in ontwikkeling. Dus ja, we blijven wel aan de weg timmeren, maar we zouden nog wel meer willen bouwen dan dat we nu aan plannen hebben. Ja, want de behoefte is groot. Ja, dat merk je hier aan deze woningen ook. We hebben veel reacties. De woning achter mij bijvoorbeeld, in de buurt van 100 reacties per woning. Je kunt merken dat de vraag inderdaad groot is en dat de behoefte groot is. Ja, maar de meeste mensen die komen uit de gemeente Dalfsen zelf. Niet allemaal eigen huurders. Ongeveer een 10, 12 die hier nu gaan wonen. Dat zijn huurders die ook al bij ons huren. Maar verder ook allemaal starters of mensen die uit Nieuw-Leuzen komen en een woning verkocht hebben bijvoorbeeld. Maar Vechthorst zou graag zien dat de gemeente wat sneller was met het beschikbaar stellen van nieuwe grond voor nieuwbouw. Wij kunnen een hoog tempo aan en we zien toch wel dat het ook lastig is om locaties te vinden voor gemeenten en om ook de procedures te doorlopen. Dus dat betreft, maar daar werken we samen echt hard aan, ook samen met de gemeente maken we er afspraken over. Zodat we in ieder geval ook samen in een goede samenwerking die snellere woningbouw kunnen realiseren. Ja, ik kijk even hier links van mij, hier zie ik allemaal mais. Nou, ook prachtige bouwgrond toch? Volgens mij is het ook de bedoeling om hier in de toekomst naast ook woningen te gaan realiseren. We staan hier nu aan de Wieken in Nieuw-Leuzen en daar zijn er nu weer afgelopen week 20 huurwoningen opgeleverd. En de appartementen hebben we net kunnen kijken, er zijn er ook 22. En daarnaast natuurlijk onlangs de Burg Bakslaan opgeleverd. En we gaan nog weer verder bouwen, maar we hebben prestatieafspraken gemaakt met Vechthorst. En ook met Salland wonen, wat met name vanuit de richting Ommen nog bouwt in Leemleveld. Dus we willen graag nog meer huurwoningen en sociale huurwoningen om toch aan de vraag te voldoen, want de vraag is enorm. Er is veel bouwgrond, maar er wordt nog weinig ontwikkeld. De bouwbedrijven moeten ook in staat zijn om te bouwen allemaal, want de vraag is natuurlijk groot. En we moeten het ook inderdaad ontwikkelen en dat kost tijd. We moeten participeren met de buurt, hoe het invullen. Dus op Westerbouwlanden is ook weer een nieuw stuk en dan gaan we ook weer verder. Maar het gaat niet zo snel als we graag zouden willen. Maar in ieder geval is er weer een hele grote groep opgeleverd. Waar stokt het dan? Ja, dat is toch met name, je moet grond aankopen, je moet de processen door. En dat kost gewoon tijd. Ja. De grond is er toch in de Westerbouwlanden en hier in de Oosterbouwlanden. Daarachter staat ook heel veel. Ja, maar de vergunningverlening en alles, het hele proces moet wel doorlopen worden. En de onderzoeken allemaal. En dat kost gewoon tijd. En daar moeten we tijd voor inruimen. De behoefte is er. Is het de behoefte van alleen mensen uit de gemeente Dalfsen? Of komen ze ook van buiten? Ik heb begrepen dat hier ook wel van buiten komt. Maar dat heeft ook met inschrijvingen en met procedures te maken en wetten waar we ons aan moeten houden. Dus daar hebben we niet altijd grip op dat het dit puur alleen voor Nieuw-Leuzenaren is. Dus ik heb wel begrepen dat hier met name wel Nieuw-Leuzenaren komen in deze appartementen. Dus daar sturen we wel zoveel mogelijk op, maar technisch kan dat niet allemaal. Ik heb gehoord dat er 7 van de huurwoningen weer doorgezet worden hier naartoe. Dus er levert ook weer 7 huurwoningen op die weer op de markt komen voor andere doelgroepen. Voor ons was het de eerste keer om in Nieuw-Leuzen te bouwen. Voor Vechthorst hebben we eerder gebouwd, maar dat was alweer een lange tijd geleden. Dus we zijn trots dat we nu ook weer voor hun hier aan het werk mochten gaan. Was het een moeilijk project?
In die zin was het misschien een moeilijk project. Wij zijn natuurlijk van origine bouwers. En dit was een uitvraag die was uitgezet op basis van design en beeld. Dus we moesten ook het volledige ontwerp en engineering voor onze rekening nemen. En dat was best een uitdaging en dat was ook een leuke uitdaging en het is goed uitgepakt. De opdracht was, we hebben hier een braakliggend terrein en we willen 42 woningen hebben. Verdeeld over woning en appartement. En het is aan jullie om met een voorstel te komen van hoe dat eruit komt te zien. Hoe de plattegrondindeling is, de gevels, welke kleuren, welke producten ga je toepassen. Passend bij hun vraagspecificatie en passend bij het budget wat ze daarvoor vrij hebben gegeven. Zonder meer gasloos, dat was geen discussie. We hebben alles energie-neutraal gedaan, dus mensen zijn daarin zelfvoorzienend. Wat is het mooie van dit project? Vind ik toch echt wel dat wij zowel het ontwerp en de realisatie voor onze rekening hebben mogen nemen. En dat we hier een product neerzetten die past in deze omgeving, in de agrarische sector. En ook daarin een knipoog hebben gemaakt dat het past in die natuurlijke en eerlijke producten, in de juiste kleurstelling. Turfbruin en zwarte kleuren van schuren zoals dat vroeger hier ook stond. We hadden nog tarwe geel. Alleen vanuit de welstand is de opmerking dat dat wat minder toegepast mocht worden. Dus die hebben we laten sneuvelen. Maar dat was wel een beetje de knipoog naar wat er hier vroeger heeft gestaan. Echt de agrarische achterliggende gedachte. Wat ons betreft is dit zeker een op maat. En gaan we zeker nog meer werk voor Vechthorst doen. We passen elkaar goed. We liggen elkaar goed.